Want je weet dat op de laatste werkdag, voordat inderdaad het Koningsdag is, dan is dat de traditionele lintjesregen. En vandaar dat wij vandaag bij jou zijn, want we mogen vandaag ook in deze gemeente een aantal mensen in het zonnetje zetten. Beste Leo, mag ik wel zeggen, want dat weet ik wel zeker. Sinds 1982, al 34 jaar, dus ben jij vrijwilliger bij de protestante kerkgemeenschap. En eerst was je toegewijd jeugdleider en alweer vele jaren ben je actief als vrijwillige koster. En daarnaast coördineer jij mede de jaarlijkse oliebollenactie, de fotografie van de maandelijkse culturele avonden, en zo kennen we jou, en verricht je autodiensten voor de ouderen. Van 1985 tot heden ben je natuurgids bij Namiro en ben je ook nog diverse jaren bestuurslid geweest. Sinds 1987 ben je ook als vrijwilliger actief bij de EHBO-vereniging Hoge Rijden Woensdrecht. En daarnaast ben je sinds 2000 natuurgids bij de Stichting Het Brabants Landschap, coördinator van het bezoekerscentrum De Kraaiberg en excursiegids bij de Archeologische Wereldgemeenschap voor Nederland, afdeling Zeeland. Dus ik heb met jou meegemogen en binnenkort mag ik met jou weer mee naar het verdronken land van Rijkswaal. En tot slot ben je inmiddels 5 jaar vrijwilliger bij de IVN Groenezoom en bij de Voedselbank Goed Ontmoet. Beste Leo, dit is echt een hele mooie staat van dienst waar je bijzonder trots op mag zijn. Met een bijzondere man die heel veel vrije tijd stopt, met name op het gebied van de natuur en de protestante kerkgemeenschap. Je mag dan ook met recht worden gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd op geheel vrijwillige basis ten bate van de samenleving heeft ingespannen. Ik ben, en met mij het voltallige gemeentebestuur, bijzonder trots op jou als inwoner van onze mooie gemeente. En jouw bijzondere inspanningen die zijn ook Zijne Majesteit de Koning zeker niet ontgaan. En daarom heeft Zijne Majesteit het behaagt om jou te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Leo, van harte gefeliciteerd. Rijden we naar bloemen zetten, we gaan op de foto. Want... Geweldig. Ja. Ja. Niet verwacht. Nee, totaal. Hoop niet minstens. Alles nog volgens schema. Ja. Een goede dag. Goedendag. Mevrouw Middelburg. Dag. Kijk, kom nou. Kom, de burgemeester, jongens. Kijk nou. Hey, kom, goedendag, Stefan. Ja, niet schrikken. Ja, kom. Dames en heren. Als u mevrouw Middelburg bent, dan kom ik voor u. Goedendag, Maarten. Dag meneer, ja, we kennen we wel uit. Goedendag. Ja, ik wel dat houden. Goedendag. Beste mevrouw Middelburg. Meneer Adriaanse. Sinds 1984, al 32 jaar dus, bent u collectant. Ja. Van de Nierstichting Nederland. Ja. En vanaf 2002 bent u tevens coördinator van de collecten en verantwoordelijk voor het werven van nieuwe collectanten. Ja. Ook bent u inmiddels 27 jaar als vrijwilliger actief voor het bezorgen van maaltijden van tafeltje dekje. Ja, dat heb ik net opgezegd hoor, vanwege hem. Ja, maar het is wel 27 jaar. Ja, ja. Ja. En u was ook 15 jaar vrijwilliger bij de Nierstichting Nederland, afdeling Reizen. Reizen, ja. U was medeverantwoordelijk voor het begeleiden van nierpatiënten en voor het coördineren van het programma tijdens de nationale en internationale reizen. Ja. En tevens was u gastvrouw en contactpersoon voor de alarmcentrale bij medische problemen. Nee. Dan hebben ze dat niet goed doorgegeven. En tot slot bent u dan inmiddels alweer 5 jaar collectant van het Nationaal MS-fonds. Okay. Dan bent u dagelijks actief als mantelzorger voor uw echtgenoot. Absoluut. Beste mevrouw Middelburg, dit is echt... Dat is misschien nog het meest... Daar heb ik een lintje voor. Daar heb ik wel een lintje voor verdiend. Het is echt een hele mooie staat van verdiensten waar u bijzonder trots op mag zijn. U bent een bijzondere vrouw die heel veel vrije tijd stopt in het maatschappelijk welzijn van onze gemeenschap. U mag dan ook met recht worden gekwalificeerd als persoon die zich geruime tijd op geheel vrijwillige basis ten baat van de samenleving heeft ingespannen. Ik ben, en met mij ook het voltallig gemeentebestuur, ben bijzonder trots op u als inwoner van onze mooie gemeente. Nou zeg, en uw bijzondere inspanningen die zijn ook de majesteit zeker niet ontgaan. Nee, nee. Vandaar dat ik mag aangeven dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Nou, kijk toch al. En een applaus mag er wel bij natuurlijk. Bravo. Ik ga hem opspelen, want dan hoort erbij natuurlijk. Oh.
gaat helemaal goed hoor, want ik ben nog net op te spelen. Dus, Nou, we gaan er wel wat bloemen bij doen. Want dat maakt het allemaal extra feestelijk. Jongens, kijk nou toch eens. Zo. Oh, mijn vriendje. Hij staat er goed, hè? Staat mooi. Ja. Goh, nou. Moeders. Dankjewel, dankjewel. Jongens, maar jullie moeten me voorstel wel even waarschuwen. Ja, ik vind het heel, ja, ik heb het tegen u al gezegd, ik vind het heel normaal. En ik had geen baan, dus dan doe je toch dit soort dingen. Wat dat betreft zul je misschien afvragen, ja, wat doet deze meute hier voor mij? Toen je ontzag, toen begon er wel even een lampje te branden volgens mij. Want jij weet dat morgen Koningsdag is en de dag voordat het Koningsdag is, dan is dat de traditionele lintjesregen. En over regen gesproken, wij hebben iets met slecht weer volgens mij. Want 2016 had voor jou als Prins Carnaval volgens mij een heel mooi jaar moeten worden. 5 keer 11 jaar carnaval in Wieldrecht. En toen gooiden helaas ook de weergoden wat roet in het eten. En konden we inderdaad zelfs tot 2 keer de jubileumoptocht niet door laten gaan. Dat 2016 toch een heel mooi jaar voor jou zou worden, dan ga ik jou toch maar eens eventjes toelichten. Want Fon, jij bent inmiddels al 25 jaar als vrijwilliger actief bij METO. Jeugdleider, trainer, coach en hersteltrainer. Mede-organisator van de jeugdkampen, Sinterklaasviering en mede-organisator van 75-jarige jubileumviering. Een manetje van alles bij je geliefde voetbalclub, waarvan je inmiddels ook al tot lid van verdiensten bent benoemd. De appel valt niet ver van de boom, want je vader is ook al ruim 50 jaar als vrijwilliger actief bij METO. En naast je functies bij METO ben je ook al 19 jaar vrijwilliger bij de Sinterklaasviering van de Mithielschool in Roosendaal. Daarnaast ben je al vele jaren voorzitter van de personeelsvereniging Steunpunt van Vliegbasis Woensdrecht. Ben je inmiddels alweer 6 jaar Prins Carnaval van Woensdrecht. 7 jaar Prins Carnaval van Woensdrecht. Bestuurslid van de Basis Goodwill Fonds en voorzitter van Carnaval Stichting De Snoeken. Dus mag gerust worden gesteld dat onder jouw supervisie het carnaval in Hoogerijden Woensdrecht nieuw leven is ingeblazen. En daarnaast het zomercarnaval heb je geïntroduceerd. Beste Fon, de voetbalsport en de carnaval is je lust en je leven. Dat jij je hart op de juiste plaats hebt, blijkt wel uit je mooie staat van verdiensten als vrijwilliger. Al ruim 25 jaar als vrijwilliger actief, dat maakt jou een bijzonder persoon. Waar ik en mijn voltallige college ontzettend trots op mag zijn. Jouw langdurige vrijwillige inzet, die is ook zeker onze majesteit niet ontgaan. En vandaar dat ik mag melden dat het zij de majesteit heeft behaagd om jou te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. En daar gaat ie. Zal je leven, lang zal je leven in de glorie. Daar is het bal. De bloemen. Dank u wel. En je krijgt het versierd er ook nog eventjes bij. Even voor de foto. Ja, ik vind wel even leuk om jou. Bloemen iets naar beneden. Bloemen iets naar beneden. Ik vind het een beetje leuk om jou op de foto te gaan. Even de kaart.